kunstenaars zijn chaotische types. Ja, toch? Ze hebben die chaos nodig om lekker te knoeien met verf en te hakken in een stuk steen. Ik ken ze ook hoor. Ik weet waar die gedachte vandaan komt. Het is ook wel heel fijn om in de media zo'n kunstenaar neer te zetten als een chaot. Lekker herkenbaar, een fijn stereotype. Helemaal duidelijk. Het is alleen niet altijd waar. Mijn naam is Astrid Moors. Ik ben van de visuele orde. En alles wat ik maak heeft een structuur in zich, een ritme. Zodat het fijn is om naar te kijken. Ik ben de uitzondering op de regel. Ik ben geen chaot, ik ben van het type nerd. En dat is ook opvallend als mensen in mijn atelier komen, tijdens op atelierroute of zo. Dan zien ze echt het verschil in de ateliers in mijn pand. Bij mij is het geordend. Mij valt het op als dingen niet in een ritme vallen. Of als iets buiten het patroon valt. Of als een taart die verkeerd gesneden is. Of nog een voorbeeld, de grill van een Alfa Romeo. Daar zit de kentekenplaat niet in het midden. Zo irritant. Of deze stoeptegel. Of dit paaltje, wat net niet in het patroon valt. Herken je dat? Heb je ook zo'n voorbeeld voor mij? Van zo'n verkeerd gesneden taart? Ik ben heel benieuwd. Verras me. Zet het hieronder in de comments. Want laten we eerlijk zijn. Ik hou al van orde en ritme en regelmaat. Maar het is ook wel heel fijn om mijn brein wakker te schudden. En het verkeerde te zien. Dat wat buiten het ritme valt. Vind je ook niet?